De Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname, BPAS, heeft gisteren op een ledenvergadering besloten in actie te gaan. De bond had minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie ruimte gegeven om de gemaakte afspraken na te komen. Echter is dat niet gebeurd. De afspraak was dat de overbruggingstoelagen en de nieuwe loonreeks met terugwerkende kracht zou worden uitbetaald. Eind april hebben de leden van de bond de nieuwe loonreeks ontvangen, maar al het andere is uitgebleven. Penitentiair ambtenaar Johannes Doulaini zegt dat het geduld van de PA's op is. Onze gezin, als het ware wankelen, dan gaan we het zoeken bij onze werkgever. En dat is een van onze problemen. Nou, dat onze, een paar van onze collega's ook zijn gaan werken, kunnen we ook niks aan doen. Het is... Het vechten is ook voor hun, want als we straks onze gelden krijgen, krijgen ze ook. Dus het is niet dat we tegen de minister zijn. Niemand is tegen een minister Getrouw, niemand. Het is het wachten die als het ware geduld roest. En als hij dat begrijpt, dan is alles al gezegd. Wie zegt dat Getrouw zijn best niet doet? Hij doet zijn best keert, maar we kunnen niet wachten, want... Want wanneer we bij de Chinezen zijn gegaan om dingen te kopen, er wordt aan ons gezegd van onze gelden zijn er, het moet overgemaakt worden. Ik kan niet bij de Chinezen gaan en zeggen van, hé, mijn abonneren. Gimasani, niet toch. De leden van de bond zijn vastberaden. PA Herman de Getrouwe benadrukt dat de actie pas zal worden opgeschort wanneer zij hun gelden hebben ontvangen. Aan ons toegezegd dat we onze gelden uiterlijk 5 mei dinsdag om 12 uur over onze gelden zouden kunnen beschikken. Maar wat hebben we gemerkt? Nee. Men heeft ons weer uitgesteld voor 10 dagen en dat willen we niet meer. We willen onze gelden. We hebben niet eens overuur gehad. We hebben geen overuur gehad, niet eens overbruggen, niets. En weet je, en dat ding van overuur. Bijvoorbeeld, als je januari hebt gewerkt, worden die stukken voor 15 februari weggestuurd. En dan krijg je te horen dat er een fout is gemaakt, iets van 3 maanden terug. Kijk, als ze die fout hadden gemaakt bij overbruggingstoelagen en dergelijke dingen, konden we zeggen, oké. Maar onze overuur, u weet al hoe hard het is in het land. We hebben wel onze nieuwe loonreeks gehad, maar ik ga u eerlijk zeggen, die belastingsschijven ook moeten aangepast worden, want we houden echt niets ervan over, niets. U mag het vragen aan vele collega's van me. Een penitentiaire ambtenaar die gisteren de actie van de Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname ondersteunde. De bewaking van de 4 strafinrichtingen ligt sinds gisteren in handen van recruten.